is zo fijn dat de oude vrouwen zijn. Pleun, in de extra tijd van de wedstrijd valt hij 1-2. Koude douche. Ja, ontzettend. Ja. En op het einde willen we natuurlijk nog een beetje forceren met door 1-op-1 te gaan spelen. En ja, met z'n allen naar voren ook om die 2-1 te willen maken. En dat je hem dan zelf om de oren krijgt. Ja, is heel zuur, maar ja, je weet dat het ook kan. Even terug naar jullie eerste wedstrijd hier in het stadion. Het was dan behoorlijk wat publiek voor ADO-vrouwen begrippen. Ja, dan speel je toch, zeker in de eerste helft, gewoon een goede partij tegen PSV. Een duidelijk mindere tweede helft. Maar als je dat niveau afzet tegen van vandaag, dat is 100% verschil. Is een heel groot verschil, inderdaad. En hoe we die wedstrijd inderdaad aan zijn gegaan bij PSV en vandaag is gewoon dezelfde manier. Alleen 2 weken geleden inderdaad PSV thuis, wat we toen opbrachten, dat was heel goed. En nou, daar was vandaag echt heel weinig van te zien. Want ik weet zeker, als je dat gewoon iedere wedstrijd op kan brengen, dan is het zoveel anders. En dat hebben we vandaag echt nagelaten. En dat moet veel beter. Want het is gewoon niet goed genoeg hoe we vandaag die wedstrijd aan zijn gevlogen. Waar ligt dat dan aan? Ja, moeilijk te zeggen, maar ik had ook het gevoel dat we ook heel de wedstrijd net niet die grip kregen op PEC. En dat het was heel rommelig. We zaten alleen met omschakelen, beide kanten. En de tweede helft maken ze eigenlijk al heel snel die aansluitingstreffer. En dan gaan hun natuurlijk ook geloven. En dan wordt het gewoon heel lastig. En we bleven maar in die omschakeling zitten. En heel weinig grip op de wedstrijd hadden we. Wat ook opviel, dat de aansluiting, zeg maar vanaf de achterhoede naar de voorhoede, daartussenin was een soort niemandsland wat ADO betreft. PEC Zwolle veel aan de bal, hadden wat dat betreft duidelijk het overwicht. Ja, dan mag je toch verwachten dat op een gegeven moment gezegd wordt vanaf de zijkant of eigenlijk in het veld tegen elkaar van we gaan het anders aanpakken. Ja, begrijp ik inderdaad. Op een gegeven moment wilden we toch wel vooruit, maar dan moet het gewoon met z'n allen. En ja, we zaten een beetje in de twijfel van gaan we met z'n allen door, blijven we staan en dan komen die gaten en dat mag niet, want zeker PEC die willen heel graag voetballen en dan wordt het alleen maar moeilijker. Daar was de balans. Ja, was daar gewoon niet. En ja, dat kan je het zeker niet tegen PEC zo laten, nee. Even naar de 1-0 van jou. Goede corner van Nicky IJzerman. Met het hoofd, maar ook met de hand. Ja, inderdaad. Het was een goede corner van Nicky. En ik hoorde net ook al dat hij met de hand was. Maar hij komt volgens mij ook op... Dat weet je zelf toch wel, of je hem met de hand of met de... Ik zag hem net terug bij ESPN. En mijn handen gaan inderdaad echt alle kanten in. Dus het kan goed dat hij tegen mijn hand aankwam. Ik moet het goed zien. Maar ik ben blij dat op dat moment dat hij tegen het netje kwam. En dat ze hem tellen. Maar nu aan de achterkant heb ik er niks aan. Dus. Tweede helft valt na 10 minuten al die 1-1. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, er is totaal geen druk op de bal. Als je schiet hem ook perfect in. Waarbij Barbara waarschijnlijk dacht van die zal wel voorlangs gaan. Maar dat was dus duidelijk niet het geval. Ja, dat zou ik ook moeten zien. En dat ziet de keeper zelf ook het beste, geen idee. Maar ze zit heel lang in duel, geloof ik, met een speelster van ons. En op een gegeven moment werd hij losgelaten. En zij dacht volgens mij niet na en schoot. Ja, valt hij ook nog zo het hoekje in. Ja, dat is gewoon pech, ja. Moet beter verdedigd worden. En PEC, ik moet ook eerlijk zeggen, PEC zat er ook korter op dan ons. En in de tweede helft kwamen zij ook veel beter de kleedkamer uit. En dat is ons eigen fout, ja. Tot slot, hoe hard komt deze klap aan? Ja, het is gewoon zonde. Omdat je de eerste tegen PSV, die voelt heel anders. En dan ben je met z'n allen op het einde super blij. En dan, je weet nu, kan het ook zo makkelijk weer anders zijn. Dus dat is heel zuur. Maar we hebben nog heel veel wedstrijden te gaan. En als ik zie hoe we 2 weken geleden speelden en hoe we het op de trainingen doen, dan heb ik alle vertrouwen in dat het gewoon goed gaat komen. Stefan, je luisterde net mee met betrekking tot het interview dat ik net had met Pleun Rijmakers. Die gaf het verschil aan tussen 2 weken geleden tegen PSV en vandaag met PEC Zwolle. Ben je het eens met haar verhaal? Ja, volgens mij is iedereen daarmee eens. En als de meiden weten dat vanuit hunzelf natuurlijk dondersgoed. Zij staan tenslotte tussen de lijnen en voelen dan wat er gebeurt. En je merkt ook wel dat het een lastige wedstrijd werd. En dan fijn dat je op 1-0 voorkomt. Maar ja, je weet dat PEC is altijd gewoon een goede ploeg. En we kregen er niet echt grip op en ook niet aan de bal. Wat slordig als we hem hadden, dan voor het wisten moesten we weer omschakelen. Ja, dan krijg je een soort flippenkast voetbalachtig. Ja, dan creëer je niet heel veel kansen. Dan hoop je dat die te lang uitblijft. Nou, zij maken dan die 1-1. Ja, dan is het natuurlijk, oké, wat gaan we doen? Eigen huis, staat 1-1, gaan we winnen, gaan we gelijk spelen. Nou, dan voel je wel op een gegeven moment dat je denkt, oké, pak je op hun helft komen. Kom je wat meer in hun 16.
Nou, voelen de meiden dan ook zelf van oké, we gaan hem opsluiten. Ja, dan is het des te zuurder dat die in de omschakeling dat hij er zo in gaat. En ik denk dat het gewoon een les is. En precies wat Pleun ook zegt. Weet je, je speelt waanzinnige wedstrijd tegen PSV. Ook PSV kan hem winnen, maar wij kunnen hem winnen. Ja, wij moeten daar denk ik nog constanter in worden. En dan zie je, we hebben één wedstrijd gespeeld. Nu tweede wedstrijd. Veel wedstrijden die er nog aankomen. Dus 24 uur hier even van balen. En dan weer meenemen naar de komende wedstrijden. Heeft dat ook licht te maken met de naam van de tegenstander? PSV is natuurlijk een naam in het vrouwenvoetbal. En dan spelen we wat dat betreft ook een hele goede geconcentreerde wedstrijd. En dan is het verschil zo groot met vandaag. Is dat ook wellicht het verhaal? Onbewust onderschatting? Nee, onderschatting is er sowieso niet. Dat geloof ik niet. Namen geloof ik ook niet zozeer in. We kennen PEC. PEC is een andere ploeg. Dus wij komen ook wat meer aan de bal dan tegen PSV. Tegen PSV moesten we misschien wat meer verdedigen dat daarin zat. Misschien de eerste wedstrijd van de competitie. Dat iedereen weer lekker fris was. Weet ik niet. En nu is het begonnen. En mooie les nu. Ik ben blij dat hij dan begin van het seizoen valt. Want dan kunnen we alleen maar meenemen naar de volgende wedstrijd. En die staat ook wel snel op programma. Je begint natuurlijk op een gegeven moment met een bepaalde basisopstelling. Met welke opdracht stuur je dan het veld in? Nou ja, je hebt natuurlijk, we misten natuurlijk Chloe. Die vanuit de nationaal geblesseerd is. Dus daar hadden we Laura Dankeman voor neergezet. En daarna komen we natuurlijk 1-0 voor in de rust. Dan weet je wat PEC gaat doen. Dus daar wilden we ook op anticiperen. Vandaar dat daar nog wat wijzigingen met de hoop. Nou, dat je daar wat druk op kan krijgen en dan nog vooruit kan spelen. Maar daar hadden we wel moeite mee. Ja, dat lukte niet echt. Schoolvoorbeeld is eigenlijk die gelijkmaker. Schoolvoorbeeld is de gelijkmaker. Totaal geen druk op de bal. En die werd ook fantastisch ingeschoten daar niet van. Maar waar ik net mee begin. Aan de bal. En daar kwam de goal uit. 1-1. Wij waren aan de bal. En die verliezen we. En dan moeten we dus ook weer er gelijk achteraan. En dat was denk ik ook wat typerend voor de wedstrijd. En daar moet het gewoon beter. En dat doen we met elkaar, wat ik zeg. Het is heel zuur. En de meiden hebben daar ook, die balen enorm. Dat zie je ook aan het einde van de wedstrijd. 24 uur rouwen, van leren en weer oppakken richting Heerenveen. En dan moeten we een ander niveau laten zien. Tot slot, welke les kan je nu als technische staf en als spelersgroep uit deze wedstrijd trekken? Nou, dat de Eredivisie vraagt om constantheid. Dus op hetzelfde niveau blijven presteren. En dat is niet makkelijk. Want je tegenstanders zijn anders. De omstandigheden zijn anders. Je week is anders. Dus daar ligt de uitdaging. En daar gaan we maandag weer keihard mee aan de slag met die meiden.